Ja, dames en heren, daar ben ik weer even, hè. Met mijn eigen minuut, hè. Dat zie ik eruit, hè, met het oog. Ja, ik kom van de week, hè, met die bonje, met de korte. Heb je wel gelezen, toch, dat bonje heb gehad met de korte? Ja, was naderhand bleek het een misverstand, maar we hadden toch even bonje. Is hoog opgelopen nog, hoor, kun je wel zien, hè. Hij zegt op een gegeven moment tegen mij, kom maar mee naar buiten, dan praten we het even uit. Al fijn, ik ben naar buiten. Slaat hij mijn hele oog dicht. Nou, ik ook kwaad natuurlijk. Ik zeg, als je dat nou nog één keer doet, dan kijk ik je nooit meer aan. Enig, hè? Ik heb het nog een keer gehad, hoor, zo'n blauw oog, hoor. Het is niet de eerste keer. Een paar jaar geleden bij het postkantoor. Ja, had ik ook een blauw oog. Kom zo, er hing een briefje op de deur, hè, bij het postkantoor. Maar ik kon het niet goed lezen. Dus ik ga dichterbij om te kijken wat erop staat. Staat er op dat briefje, pas op, deur zwaait naar buiten open. Want ik, mijn ander oog was toen dicht. Maar goed, ik ga het weer afsluiten. Ik heb nog meer te doen. Ik wens u allemaal weer een prettig weekend. Ook namens de rest van de regering en Ria natuurlijk. En ik zeg na mijn wekelijkse kreet, dan komt hij weer. Tuut, 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 de groetjes van u.